Lard en lieve Femke. Hele lieve familie en fantastische vrienden. Wat heb ik een fantastische dag gehad vandaag. Vanuit alles wat we hebben gedaan. We hebben gewandeld en gevaccineerd. En ik heb een belofte aan jullie. Ik ga het hartstikke kort houden. Want ik weet dat er flessen met brusco en limoncello met mijn naam erop staan hier te branden achter de bar. Maar voordat we dat gaan doen, ik kwam Lard tegen eind jaren 70. Ik kan er niet veel van jullie zeggen. Hij was nog een heel klein mannetje. En ik ook eigenlijk wel. Maar ik was toen wel 4 jaar ouder dan jij. En nog steeds eigenlijk wel. En als je de relatie wil beschrijven tussen een oudere broer en een jongere broer, dan kan die het best worden beschreven door een spanningsveld, waarin de oudere broer de jongere broer onder zijn arm neemt en opleidt en traint en van alles. Maar aan de andere kant, toch wel niet vergeet om de macht volledig weg te geven in de aandacht naar ouders en anderen. Dus in dat spanningsveld hebben Lard en ik een enorme leuke jeugd gehad. Hebben we heel veel getiend. En dat gingen we doen met Ed was erbij en Maarten was erbij en Quirijn en al die en Arnold. Al die jongens hier die zaten allemaal lekker te voetballen met ons. En dan trainde ik ze als oudere broer. Trainde ik ze allemaal om heel goed te kunnen tienen. Maar ik liet ze nooit meer. Nee, want je moet die aandacht wel pakken, hè? Dus zo is het. Nou, Lard die kon ook het bloed onder onze nagels vandaan halen. Dat wil ik dan ook nog wel even melden. Dan gingen we dus naar Frankrijk rijden met Saskia en Pim voorin. En dan zaten wij met z'n drieën op de achterbank. Andrea aan één raam, Koert aan het andere raam. Lard in het midden. Nou, echt. Binnen 10 minuten wist die gozer voor elkaar te krijgen, hè? Dat niemand aanraken. Was hij zielig als klein jongetje. En weet je wat hij dan deed, hè? Weet je wat hij dan deed? Ga jij staan? En dan ben ik dan, hè? En dan ging hij zo met zijn hand, ging hij zo vlak naast mijn hoofd zitten. Als we dan door een bocht gingen, Pim, hij raakt me aan! Oh, jongen. En dan kwam die hand van Pim weer, huppateetje, en dan kreeg ik weer de schuld. En André altijd zo onterecht, jongen. Maar ik heb hem teruggepakt. Ik heb die gozer teruggepakt. Ik had nog geen 10 minuten passie in Adria gekeken. Toen had ik al het idee, oké, man in een maillot, dat is lachen. Dus ik zei tegen Lard, moet je acrobaat worden. Dat is echt goed werk. Serieus, als je nu nog een willekeurig fotoboek van de familie Brebaert uit de jaren 80 opslaat, kom je Lard tegen in een maillot. Hij gelooft het allemaal. En wat hebben wij erom geschreeuwd. Met die maillot werd hij wel onoverwinnelijk. Die gozer kon werkelijk alles beklimmen. Het begon allemaal ons huis op de Nieuwe Rijn. Hij kon ook aan de daken klimmen in het huis. En later gingen we dan naar buiten. En dan gingen we echt een grote drinken pijpen. Nou, ik was een oude broer, dus ik laat je dan even voorgaan. Hè? Dat je even goed kan kijken of het allemaal wel goed vast zit. Hè? Dat ik je op kan vangen als het misgaat. Ik stond er wel voor je. En dan waren we helemaal boven. En dan, als we eenmaal boven waren, dan ging ik zo echt als een bezel zo langs die hele gevel. Dat was een volle pand, dat is niet wat de roe hier heeft. Hè? Dat is Leiden, 4 verdiepingen, 12, 13 meter hoog. Maar Lard, geen probleem met zijn maillot aan, dat wel dan. Maar dan als een volleerd touwdanser of koorddanser liep hij als zo even over de Het mooiste was, ik kwam terug van school en toen had hij bedacht, samen met Quirijn maar zitten, Pietje, hadden ze bedacht, we gaan even op de brug klimmen. Nou, dat is ongeveer zo'n brug waar we vanmiddag waren, weet je, 6-7 meter hoog. Dat was helemaal bedacht en trots dat ze waren. Ze konden er niet meer van. Ze hadden alleen maar bedacht toen ze erop kwamen. Ja, ik kwam echt aan. Ik zei, hey jongens, hoi! En ik heb het huis in. Doei!
Ik was totaal verrast toen ik al die mooie updates zag uit mijn rit bij. Jullie hadden die ringen uitgewisseld. Dat was ook wel verbaasd. Niet zozeer dat die ringen uitgewisseld werden of dat je dat had gekocht. Dat zag ik wel een beetje zo hier en daar aangeven. Maar meer de disruptie in jouw Facebook post. Ik vind dat gewoon, ik ben een technologist en ik wil graag structuur. Ordnung moest zijn. Jarenlang post die gozer alleen maar. Ik ga een bepaald flesje drank maken. Ik ga dat flesje drank opdrinken met Frank en Renier. Of ik jump hier ergens in een of andere sloot. En nu opeens was hij heel romantisch bezig met Femke. Lieve Femke. Hartstikke lieve Femke. Welkom in de Breedbaar familie. Jij kan dingen geven aan Lard die wij hem nooit kunnen geven. Dat weet je. Daarvoor hartstikke veel dank. Je krijgt er een fantastische achternaam bij, mag ik wel zeggen. Succes met het spellen van je totale naam aan al die callcenters die je nog gaat bellen in je leven. Lieve Lard, ik ben ongelooflijk trots op jou. Als ik het leven mag omschrijven als een landschap in de weide, dan denk ik, jij pakte niet die weg van A naar B, even de snelste binnendoorweggetjes. Jij pakte altijd even die omweg die idyllisch was. En daar kunnen wij met z'n allen nog ontzettend veel van leren. Hoe jij in het leven staat zo, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. En met die woorden ga ik Niers glas pakken en ga ik een toast uitbrengen op een groot en meeslepend leven. Gelukkig! Thank you. Lord, that is my opening. Wow. Okay. Thank you.